Hoi, wij moeten een vlog maken voor school en dat gaat over hoe de gemeente Zwijndrecht over 30 jaar uit komt te zien. Wij denken gewoon dat er meer hangjongerenplekken moeten komen, vooral omdat wij zelf niet echt iets hebben waar we naar uit kunnen gaan of leuke dingen kunnen doen, omdat het altijd bij iemand thuis is. En dan heb je gewoon vaak last van geluidsoverlast van de buren, die buren hebben dat dan bijvoorbeeld. Hoe je het maar ook wil bekijken, het is gewoon niet fijn. En uiteindelijk, bij degene bij wie je thuis is, kan er of rotzooi komen of gaan dingen stuk. En dat willen we gewoon niet. Dus eigenlijk willen we gewoon een plek, bijvoorbeeld een leuke of meer festivals, waardoor we zeg maar daarmee naartoe kunnen. Omdat dat hier in de buurt ook niet veel is. En we dat wel laatst gehad hebben van Wat dan Hero. Maar dat was ook maar één keertje. Ja, het gebeurt gewoon niet zo vaak. Voor echt feestjes of ja, andere leuke gelegenheden, dan moet je toch wel ver reizen en ver met de trein gaan. En het is ook leuk als we gewoon hier gewoon in Zwijndrecht een keer iets hebben. En Wat dan was echt leuk. En dat is ook wel echt voor herhaling vatbaar, want we hebben het met z'n allen erg naar ons zin gehad. En volgens mij is het niet uit de hand gelopen. Maar ja, gewoon meer gelegenheden, uitgaansgelegenheden, feestjes gewoon voor de jongeren is gewoon heel handig. Want dan gaan geen jongeren meer hangen op straat en dan hebben mensen daar geen last meer van. Het zou ook fijn zijn als er bijvoorbeeld winkels komen. Dat zeg maar Zwijndrecht misschien ooit een beetje op Rotterdam zou kunnen lijken. Het is natuurlijk niet zo'n grote stad, maar meer gewoon winkels waar je naartoe kan gaan. Want wij kunnen niet echt goed shoppen. Voor de normale dingen kan je hier terecht, maar bijvoorbeeld voor echt een leuke kledingwinkel of ja, echt een goede shopdag kan je hier zeg maar niet echt goed terecht. Dus moet je al snel naar Rotterdam, Amsterdam of iets anders. En ja, het is gewoon heel handig om dat hier te hebben, want kunnen bijvoorbeeld, ja, het is heel De handig kosten gewoon. ervan zijn ook nog hoog, omdat je er ook nog naartoe moet. En als je het hier gewoon zou hebben, dan zou het ten eerste al veel makkelijker zijn, want je kan het gewoon heen. En anders moet je er echt, ja, wat ik vaak doe en wat Sanne ook doet, is gewoon dat je er echt een dagje voor naartoe gaat, niet even een uurtje of zo. Ja, oké. Dus dat was het. Dit was onze vlog. Doei! Doei! Hoi allemaal! Dat zeg ik.